Come on, shut up!
With the trombone, Charlie Brass Band live in Amsterdam. Yeah, we gonna do something we wrote for the Tribute Brass Band from New Orleans. Tyler, give me my money back, y'all. Are y'all ready for this? Let's see, can we get all you children to get up and dance? Come on. Y'all stand up and come on, dance. Come on out. We'll be right back.
Thank you.
My name is Samuel Cyrus. I love to play music. Come from New Orleans. So is this every day in New Orleans like this? Yes. What do you do? Play for fun? Yeah, we go on gigs and stuff. Is this like, do you enjoy doing this? Yes. My name is James Andrews, and I play with the Trombone Shawty Brass Band from New Orleans, and we love it here in Holland and hope to come back. Dit is Joop Hofman van het Amsterdam Roots Festival. Het Amsterdam Roots Festival is georganiseerd door het Koninklijk Instituut van de Tropen, de Melkweg, het Holland Festival en het Concertgebouw. Dit is de eerste keer dat het in het Oosterpark gehouden wordt. En vandaag hebben we tot nu toe 3000 mensen aan bezoekers gehad. Vandaag hebben we hier op de 5 verschillende podia, te weten het Afrikaanse podium, het Oriëntaalse podium, het Marokkaanse podium en het Caribisch podium en niet te vergeten het grote Philips podium. Een pakweg per podium, een tiental groepen die optreden, dus totaal bijna 100 artiesten die hier optreden. What's the artistical concept? Het concept voor dit festival is voornamelijk dat ieder gebied zijn eigen stuk cultuur laat zien. Dus het Afrikaanse podium zal zo breed mogelijk Afrikaanse bands laten optreden. Hetzelfde geldt voor het Arabische dorp en hetzelfde geldt voor het Oriëntaalse dorp. Hoe is financiering dan? Het project wordt gefinancierd door het Tropeninstituut, het Concertgebouw, de Melkweg en het Holland Festival.